Wat hoopt u dat wij als samenleving ervan kunnen leren? Nou, ik denk dat de herinnering, je realiseren wat er toen gebeurd is en nadenken over de vraag hoe komt dat nou dat dat nou gebeurd is, dat dat wel elementen zijn waarvan je denkt van nou, zo moeten we het dus niet meer doen. Breda Nu. Je weet het meteen. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat in Nazi-Duitsland woningen en winkels van Joden en hun synagogen en gebedshuizen werden vernield of in brand gezet. Breda herdenkt 80 jaar Kristallnacht, met onder meer voormalig burgervader van Amsterdam, Job Cohen. Het thema is Herdenken is opnieuw nadenken. 8 november 2018, 80 jaar geleden, maar eigenlijk is morgen 80 jaar. Waarom wordt vandaag herdacht, een dag eerder? Omdat de Joden dus vrijdagavond met de Sabbat beginnen. Dus het is vrijdagavond en zaterdag. En daarom, omdat we ook de Joodse synagoge bezoeken. En Philip Susan ook onderdeel uitmaakt van de stichting, hebben we de dag vervroegd. Na de herdenking in de Sint-Antonius-kathedraal kreeg elke aanwezige een lichtje en vertrok de stoet. Wat hoopt u dat wij als samenleving ervan kunnen leren? Nou, ik denk dat de herinnering, je realiseren wat er toen gebeurd is en nadenken over de vraag hoe komt dat nou gebeurd is, dat dat wel elementen zijn waarvan je denkt van nou, zo moeten we het dus niet meer doen. Het thema dit jaar is herdenken is opnieuw nadenken. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, want op de eerste plaats is natuurlijk wat er gebeurd is op 9 november 1938. Dus dat synagogen en winkels verwoest zijn in Duitsland en Oostenrijk. Dus dat is herdenken. Het is goed dat je dingen uit de geschiedenis herdenkt. Maar je moet ook opnieuw nadenken van hoe gaat dat nu in de wereld en in ons land en in Breda. In hoeverre worden daar nog mensen systematisch uitgeroeid, uitgemoord. We hebben dat gezien onlangs nog op dat Saudi-Arabisch consulaat in Turkije, waar die journalist vermoord is. Ik zal er ook nog wel wat over zeggen. Maar er worden ook af en toe ook nog groepen in bepaalde landen uitgemoord. Dus we moeten daar echt bedacht voor zijn en dat proberen te voorkomen. De tellingen in de maatschappij worden steeds groter, afstand tussen groepen. Hoe kunnen die groepen samenkomen dan? Want ze moeten wel in verbinding met elkaar worden gebracht om dichter bij elkaar te kunnen komen. Nou ja, dat is dus ook heel moeilijk en sociale media helpen daar ook niet. Daar hebben we allemaal last van. Je hebt allemaal toch dat je, dat heb ik ook als ik op Twitter zit te kijken en als ik dan iemand tegenkom die me helemaal niet bevalt, dan heb ik ook geen zin in. En dan lees ik iets van iemand die ik wel denk, nou dat vind ik leuk, dat blijf ik lezen. Dat moet je dus niet doen. Je moet dus juist ook blijven bedenken van wat mensen waar je het niet mee eens bent. Wat vertellen ze nou? En probeer inderdaad ook met ze te gaan praten en probeer ze niet te vermijden. En ik weet dat dat moeilijk is, maar uiteindelijk is dat een kwestie van ons allemaal. Dat we dat allemaal proberen, dat je dus niet uit de weg gaat. Nee, je hoeft het niet eens te worden, maar je moet proberen te begrijpen. Ik geloof dat dat belangrijk is. Breda Nu. Je weet het meteen.